En hierbij is het Christmas Selfie Huis van Haarlem geopend! Helemaal in kerstsfeer draait het er in het nieuwe Christmas Selfie Huis om de meest perfecte selfie te maken. Nou, we merken toch wel op Instagram en zo, mensen vinden dat gewoon leuk, het is gezellig. Iedereen komt er wel een keer mee in aanraking. Het is niet per se alleen voor jongeren, hè? Ik heb ook wel wat ouderen hier een beetje vragen zien rondlopen. Iedereen houdt van kerst, dus die gaan dan wel tussen de items staan dat je denkt, oké, dat is nog hoort een beetje erbij, hè? Dat vind je leuk voor het kerstkaartje. Maar sommigen durfden ook wel een duik in de ballenbak te nemen. Deze gaat naar mijn moeder toe, hallo! Ik ben niets bekend met de selfie, nee. Ik laat graag foto's van me maken door knappe mannen. Ik heb al een paar selfies gemaakt, ja. Wat vindt u van dit concept? Ik vind enig. Het is echt iets positiefs in deze barre tijden. En de toegang is gewoon gratis? Nou, de toegang is gratis als je een aankoop hebt gedaan in de binnenstad. Laat de kassabonnen zien van minimaal 9,50 en dan mag je met 1 volwassene en 1 kind naar binnen. We zijn natuurlijk niet de beroerdste, ben je met 2 volwassenen, dan kom ook zeker lekker even je selfie schieten. Ja, je hebt eigenlijk geen idee wat het is, dus vandaar dat we toch een beetje nieuwsgierig waren. Ja, en met kleine kinderen natuurlijk helemaal leuk. Wat me opviel bij de wat oudere mensen die hier kwamen, was dat ze niet meteen wisten wat een selfie is. Als ze er niet zo handig mee zijn om eventjes dit moveje te maken, dan helpen wij ze natuurlijk even. En Mieke, dan thuis eventjes kijken hoe je een selfie maakt en dan komt u morgen nog even terug en dan gaat u zelf een selfie hier maken. Nou, wie weet, als er allemaal zulke leuke mensen zijn om ons te helpen, dan zeker.